Dag Mira. Hoi Mira, je spreekt met Shelly van Utopia. Oh, hey. Hoi, hoe gaat ie? Hoi, hoi. Ja, goed, is met jou? Ja, ook goed. Oké. En wat heb je allemaal op de planning staan? Ja, die heb ik even hier, daar heb ik die. Om 6 uur begint het evenement. Dan is het ontvangst. En dan kunnen ze een hapje en een drankje alvast halen. Om te kijken, om 6:45, we hebben een rode loper en ook van die paaltjes. Dus dan is de bedoeling dat iedereen die heeft meegeholpen aan de film en ook heeft gespeeld in de film, gaan dan over de rode loper heen. Daarna doen we een soort van welkomstwoordje en een bedankwoordje. Dan om 7:00 willen we de film gaan starten. Die duurt 10 à 15 minuten, toch? Ja, was niet zo lang. Maar volgens mij hebben we ook nog een making-of. Ja, ik weet alleen niet of die op tijd klaar is, maar dan ga ik je nog mailen. Want als we die hebben, dan kunnen we die ook nog laten zien van tevoren. Dus dan kunnen we een beetje iets rekken, weet je wel? Oké, want we hadden dus in gedachten om dan om 6:15 de making-of. Ja. Dus alle scènes worden dan opnieuw nagespeeld op locatie. Zodat de mensen dan ook kunnen zien hoe we het hebben gespeeld. Dat we een soort van kleine rondleiding doen bij alle scènes. Ja. En dat we die scène dan weer opnieuw gaan spelen. En we wouden dan eigenlijk aan jou vragen of jij dan met de microfoon wou rondlopen. En wou zeggen van hier wordt dit en dit gedaan. En dat we hier langs waar we moeite mee hebben gehad. Of wat juist heel goed ging. Dat dan bij de making of wordt gedaan. Dat is dan ook maar wil je dan ook die hele scènes weer gaan spelen dan voor live publiek? Ja. Nee, toch? Ja, dat maar dan wel. Heb je geen film meer. Tenminste, als jij nu... Kijk, het is beter als jij zegt van nou, hier is een scène tussen bijvoorbeeld Hiske en mij. Of tenminste tussen dat beestpersonage met hun moeder. Hier zaten we, nou, hier kwamen we tegenaan. Als jij het gaat naspelen, dan kijken we 2 keer naar hetzelfde. Ja, dat is waar. Want als jullie een making-of ook maken en waar we ook naar kunnen kijken, ja, dan hoeft het niet per se dat we hem dan na gaan spelen. Ik kan niet te spelen, maar het is wel super leuk om een rondleiding te geven. Hier was de eerste scène, nou, dan gaan we door naar de tweede scène, weet je wel. En dan kan bijvoorbeeld, want dat is inderdaad wel leuk met die microfoon, want dan kan ik jou bijvoorbeeld vragen van, nou ja, weet je, deze gevangenis, hoe hebben jullie die gebouwd? En dan kan jij bijvoorbeeld daarna echt vertellen van, nou ja, deze struggles hebben we hier gehad en zo, weet je wel, nou, die gevangenispakjes komen daar en daarvan. Dus veel meer over het project, maar niet gaan spelen, want dat is gewoon, ja, dan kijk je 2 keer naar hetzelfde, dat is ook saai. En dan kan je ook fouten maken en zo, is niet nodig. Dus een beetje opeens je tekst niet meer of zo, weet je, dat is ook raar. Ja, okay. Nee, maar leuk dat jullie ook een making-of misschien dan hebben. Dat hebben we. Niet, oh, top. Ik had een beetje in gedacht dat ongeveer misschien 3 kwartier zou duren. En dan om 8:00 hebben we de afterparty en dan hebben we muziek. En dan wordt er een uur lang wordt er gedraaid. En dan om 9:00 is de filmavond afgelopen. Ja, en wie gaat er nou uiteindelijk draaien? Andrea en Jens. En wie? Jens. Jens. Weet je wie dat is? Ken ik Jens? Met de hula hoop. Oh, dus het is weer veranderd. Want ik dacht, hoe heet die met wie je ruzie had, zeg maar, misschien ook nog Gerrit. Wilde gaan draaien. Ja. Met Gerrit. Ik zit misschien wel even te kijken of ik misschien, of hij ook kan draaien. Maar even kijken of dat of het past. Ja. Hey, het is nog iets belangrijks, zeg maar, kijk. Laten we even wel, zeg maar, kijk, ik weet zeg maar hoe het gaat met filmwereld, zeg maar, opeens zit je er helemaal middenin en dan weet je wel, maar dit blijft uiteindelijk gewoon een project waarin we laten zien wat we hebben geleerd in de workshops, hè. Dus geen echte film, is het niet. En het is ook heel belangrijk dat je, zeg maar, wel weet dat ze je voor zijn, dat er als er bepaalde mensen jou willen gaan interviewen of zo en je krijgt daar aanmeldingen van, dat jij heel goed controleert wat een echt e-mailadres is. Ja. Snap je? En dat je niet zomaar op vreemde verzoeken ingaat, oké? Oké, ja. Zeker weten. Okay. Weet dat ik sowieso aan jouw kant sta. Hier alle tijden. En als je ergens over twijfelt of zo, kan je mij gewoon bellen of e-mailen. Ik kan altijd met je meekijken, maar het zou heel sterk zijn als er bij wijze van spreken iemand uit het buitenland jou zou willen interviewen of zo, snap je? Dat soort dingen gaat niet gebeuren, want... Dit is geen echte film. En echte filmkenners weten ook dat dit geen echte film is. Die weten gewoon, wij hebben een
project opgezet. We hebben dit geoefend. We hebben er iets heel moois van gemaakt. Iedereen was super, ze heeft het super goed gedaan. Weet je wel, maar het blijft een beginsel van een acteerworkshop dat gewoon uitgebouwd is naar een soort van mooi project om te laten zien. Precies wat jij en ik van tevoren hebben gezegd. Dat is ook letterlijk wat het is. Het is geen film. Nee, het is niet een film van 2 uur of zo. Het is gewoon een nee, maar het is ook nog geen echte korte film. Dit is gewoon echt een presentatie van een project waar heel hard aan gewerkt is met heel veel liefde en plezier. Maar ja, zeg maar, qua stijl en zo, het is echt nog niet goed genoeg om het echt een film te noemen. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm. Ja. En ik ben aan jouw kant, ten alle tijden, I got your back. En ook op het event, weet je, als er sommige mensen, weet ik wat, willen boycotten of zo, dan heb je sowieso mij. Mm-hmm. Maar let gewoon, wees gewoon even op je hoede. Ja, maar zag het er en altijd uit of leuk? Of? Nou kijk, het acteren is gewoon echt nog niet goed genoeg, maar daar kan jij niet zoveel aan doen. Mm-hmm. Omdat dit natuurlijk jouw allereerste ooit project is. Op film, zeg maar. Waffel en ik zagen dat wel. Maar kijk, je hoeft je geen zorgen te maken, weet je. Het is niet zo, mensen kunnen je daar niet op afrekenen, want dat gaan we ook heel duidelijk zeggen. Dit is de eerste keer dat je dit deed. Mm-hmm. Ja. En er zitten heel veel wel goede beelden in, maar het is echt nog niet, het is niet dat je kunt zeggen van, nou, dit is echt de beste film ever of zo, weet je. Nee, dat kan nee, ook niet, want wij hebben hem ook niet geschreven als film. Wij hebben 5 losse scènes aan elkaar geplakt. En wij laten een presentatie zien van een project waar wij met heel veel plezier de laatste week aan hebben gewerkt. Mm-hmm. Ja. Dus daarom dacht ik, dit bespreek ik ook nog eventjes met jou. Want zeg maar, soms lijkt het zo van opeens van, wow, weet je wel, we hebben een film. En mensen, weet je, komen opeens misschien aanvragen of zo binnen. Dan moet je wel eventjes weer gewoon even 2 benen op de grond zetten en zeggen van, nou, dit is geen film. En eventuele interviews en dat soort dingen, dat kan op Utopia gewoon zelf. Ja. En wees gewoon eventjes zelf scherp van, if it's too good to be true, dan klopt het dus niet. Oké. Okay. Ja, nou ja, weet je, ik laat het gewoon lekker op me afkomen. En als mensen een interview willen hier, ja, dan zien we het dan wel. Ik heb wel wat mailtjes de deur uitgestuurd voor, want ik hoorde ook dat we op RTL Boulevard zijn gekomen. Mhm. Dus dat vond ik al echt super tof dat dat is gebeurd. Ja. Dus ik heb wel wat pers en zo gevraagd of ze, als wij over de rode loper heen lopen, dat ze dan misschien een interview of iets willen gaan houden. Zeker. Ik dacht, dat is misschien wel leuk ook voor het beeld. Dus ja, ik heb wel... Dat is helemaal goed, maar blijf wel bij je verhaal, weet je wel, van... Dit is gewoon een presentatie van, want ook al, kijk, dat is het namelijk, en zo gaat het er ook uitzien. Het is namelijk geen echte film. Het zijn gewoon 5 scènes achter elkaar geknipt waarin iedereen gewoon zijn best heeft gedaan. Mm-hmm. En je mag zeker het hebben over je ambities enzovoort. En natuurlijk, als een RTL Boulevard komt en jij hebt ook gezien dat we hebben geverifieerd vanaf dat e-mailadres. Ja. Weet je wel, dan kan het natuurlijk, maar ja... Ja, ik hoop gewoon niet dat er voor bepaalde verrassingen komen te staan. Maar ja, dat lossen we tegen die tijd wel op als het wel zo is. Ja. Snap je? Maar dat komt wel goed. Komt wel goed. Ik ga je aantrekken. Ik kan gewoon wat opties meenemen, want ik denk dat ik er sowieso een beetje in de middag ben. Want ik moet even kijken hoe Ramzi gaat helpen met die spullen. Want hebben we ook wat mensen die kunnen helpen met die stoelen naar binnen halen en zo? Ja, zeker weten. Iedereen wilt helpen. Oh, dat is wel super cool. Helpen. Oh, wauw. Dat is helemaal geweldig. Ja, dus ik dacht dat ik denk van eerst even die dingen klaarzetten en zo. En daarna gewoon in de make-up en een beetje jurkjes passen en zo. En een beetje bepalen van hoe we bepaalde dingen gaan doen en zo. Ja. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ah, ja. Ik kan echt niet wachten meer. Wacht nee, je nee, nee, dat snap ik inderdaad. Ja, dat snap ik inderdaad, ja. Ja. Hoe gaat het met Hiske? Wat vindt zij van alles? Ik weet niet of je dat mee hebt gekregen, maar over de première dat zij er toen niet in stond. Dat vond ze jammer. Dus toen heb ik ook uitgelegd van ja, maar... ik had dit ook niet geweten dat mijn naam daar alleen zou staan en dan jouw naam en dan die van Baffel. Dat vond ze wat jammer, maar uiteindelijk is dat aangepast en nu is het gewoon weer oké. Okay. En snapt ze ook dat het, ja, het is niet bewust of zo gedaan of iets. Maar ik heb wel tegen haar gezegd, van het is wel
een droom van mij. En jij wou me erbij helpen met alles. En dat vind ik hartstikke leuk en lief. Maar haar droom is meer haar toneel, laat maar zeggen. En voor mij is het acteren. Ja. Dus ze zegt ook van, dit is mijn hobby. Dit vind ik gewoon leuk om te doen. Maar voor mij is het echt iets wat ik voor mezelf wil realiseren als ik dadelijk de poorten verlaat. Dus ik vind het wel goed van haar dat ze voor zichzelf opkwam. Maar laat me niet vergeten dat dit gewoon een teaser was. Als er nog iets aangepast moet worden, kon dat. Weet je wel, dit was niet het eindproduct. Nee, inderdaad. Dus dat daar een heel drama omheen is gegaan, slaat natuurlijk ook een beetje nergens op. Want het is gewoon een kwestie van, mijn naam zet er niet bij, ik pas het nog even aan, klaar. Ja. Maar jullie staan in ieder geval goed bij de credits en al die dingen. Dat, ik ga dat ook nog eventjes controleren. Mm-hmm. En, maar zij is nu wel gewoon, oké, je hebt niet het idee dat je nog gaat terugpakken op een of andere manier. Nee. Hier zit niet zo in elkaar. Nee, zeker niet. Hou maar goed je ogen open en je oren open. Ja. Nou, dankjewel. Ja. En ik spreek jou zo en zie jou sowieso zondagmiddag. Ja, zeker weten. Want het is op zondag, toch? Ja, dan zit je in de war. Ja, het is op zondag. Ja, oké. Okay. Ja. Ik ga even nadenken over die jurkjes en zo. Eigenlijk zou het wel tof zijn als je gewoon nog iemand soort van jou kan kleden die dag, weet je wel? Want jij heeft het rode lopen van, dat is natuurlijk wel een beetje de zaak. Ja, ik ga even kijken of ik misschien iets kan regelen, maar op zich heb ik nog wel leuke kleding die ik wel op zich aan kan doen. Wat ik wel heb gedragen hier, maar ja, dat is niet anders. Mm-hmm. Maar ik ga wel even kijken. Ja, en anders doe ik ik ken iemand die werkt bij Adi van de Krommenakker, zeg maar. Ja. Dat is die couturier, weet je wel, die ontwerpen met die mooie jurken. Mm-hmm. Oh, wauw. Ik zou kunnen vragen of ze ons kan kleden. Ja, als je dat zou willen, graag. Dat lijkt me leuk. Ja, dat lijkt me ook vet. Ik ga wel even een appje sturen. En als er wat uitkomt, dan ga ik jou e-mailen. Mm-hmm. Daarover. Ja. En het kan zijn dat ik je misschien nog een keertje zeg van, hey, Sjaal, bel me nog even, weet je wel. Dan weet je dat je me gewoon nog even, misschien nog even zaterdag of zo moet bellen voor de zekerheid. Ja, is goed. Ja, oké. Maar gewoon, ik dacht van, ja, het is even goed om te bespreken. Ik vind het heel goed wat je zo allemaal hebt gepland met die hapjes en die tijden en zo. En wat ik al zei, het moment dat we inderdaad een soort van presentatie houden. Nou, voordat we de film gaan kijken, gaan we eerst kijken, een soort van, hebben wij een soort van making ofje. Nou, laten we zien, misschien een paar minuutjes. En daarna zeggen we gewoon van, ja, we gaan eventjes terrein op en laten zien waar we alles hebben gefilmd. Dat is superleuk met een grote groep om ze mee te nemen. Mm-hmm. Ja. En dan daarna gewoon de echte film inderdaad en dan de DJ, dat is echt top. Ja. Dat gaan we doen met alle mensen. Spannend, echt leuk. Ja, en wie wil er nou, wie komt er nou allemaal niet? Of wie is zeg maar wie anti-filmavond? Ja. Nou ja, Gerrit die wou eerst niet komen. Maar we hebben te horen gekregen dat Utopia gaat stoppen. In december. Dus hij is eigenlijk naar me toe gekomen en hij heeft gezegd van, Sjaal, laten we gewoon die 4 maanden gewoon normaal tegen elkaar doen. En ik kom wel naar de filmavond. Toen zei ik van, ja, weet je, ik ben gewoon weer een heel, heel hard iemand daarin. Ik zeg van, ja, weet je, nu omdat Utopia stopt, gaan we opeens normaal tegen elkaar doen. Terwijl we ook gewoon normaal konden doen, ook al hadden we dit bericht niet gehoord. Ja. Maar ja, dat ben ik. Ja. En toen zei ik ook van, weet je, het maakt mij niet heel veel uit of jij er bent of niet bent. Die filmavond gaat gewoon leuk worden, met of zonder jou. Ja. Ja. Dus ja, misschien ben ik daar gewoon weer een beetje En verder? Hoe zit het met Merel? Niemand. Merel is er gewoon bij. Ik heb niet gehoord dat zij er niet bij zou zijn. Of iets. Oké, maar zij heeft ook niet bevestigd. Is ze bevestigd of niet bevestigd? Zij wel bevestigd? Ze heeft niet gezegd in ieder geval dat ze er niet bij zou zijn. Dus ik denk dat zij gewoon wel meedoet. Oké. Okay. Dus in principe iedereen behalve Gerrit. Nee, Gerrit doet nu ook mee. Jij had gezegd van ja, weet je wel, van ik ben daar gewoon hard in. Maar je hebt gewoon gezegd, maar goed, je mag wel komen dus. Ja, hij mag zeker komen, maar ik zei wel van of je er wel of niet bent. Ja, weet je, voor mij maakt dat niet heel veel uit. Nee, dat snap ik. Oké, dat is duidelijk. Dus in principe is iedereen is er gewoon bij. Ja, iedereen is er gewoon bij. Ja. Oké.
Even denken, want net zei jij iets en toen dacht ik, oh, dat moet ik ook nog vragen. Ik zei iets? Over Utopia? Of... Heb je tegen mij? Ja, nee, over, tegen jou? Ja, ik heb gewoon... Ik weet niet, ik wil gewoon zeker weten dat het gewoon zo gaat zoals wij het in ons hoofd hebben, weet je wel. Dat is gewoon belangrijk. Ja, ik ook. Ik hoop het ook. Maar ik denk wel dat dat goed komt. Dat komt sowieso goed. Ja. Alles gaat goed komen. Kijk, het komt goed dan ook goed. Want weet je wel, het maakt niet uit als er onverwachte verrassingen zijn of zo. Kunnen we het altijd gewoon direct gewoon oplossen. Als wij maar gewoon weten van het is gewoon sterk staan. Mm-hmm. Ja, klopt. Ja, sowieso, maar dat heb ik al tegen je gezegd. Ja. Allright, goed. Nou ja, ik ga nog eventjes kijken voor die jurken. En als er iets is of zo, bel je me. En als ik jou nodig heb, dan vraag ik jou om mij nog even te bellen, ja? Ja, is goed. Ja, okay, leuk. Oké, mop. Nou, oké. Okay. Goed, tot gauw. Oké, okay, doei. Doeg. Hallo, Monira. Ja, Monira over de filmavond. Wat de planning is. Dus ik heb net even de planning opgenoemd. Ja, dat zei zij ook al. Ik zei van ja, ik heb gewoon de kleding die ik hier heb. En ik heb wel wat leuke kleding. Ja. Dus misschien gewoon iets wat ik al eerder heb aangetrokken. Ja, weet je. Ik heb best wel leuke dingen. Ja, daarom. Ik ga ook dat ene wat jij aan hebt, weet je. Dat ene wat ik toen heb gekocht. Ja, maar ik ga mijn rode blazer aan doen. Ik ga gewoon aantrekken. Dus ja, even... We kijken. Dit is een telefoonnummer van. Voor die plek. Ja, hier zie ik. Dus ja, maar het is gewoon een ze zei wel van mensen verwachten misschien nu echt een film van anderhalf uur, twee uur. Maar dat is het niet. Het is gewoon thanks een soort movie. Blue Trade slash een project wat wij samen zijn gestart. Omdat ik graag actrice wil worden. Wat mensen dat? Ik weet niet of mensen dat denken. Maar het is niet een film van een uur, anderhalf uur. Hij duurt waarschijnlijk 10 à 15 minuten. En ze heeft ook nog de making of. Dus dat is ook wel leuk. Dus dan hoeven we niet de scènes opnieuw na te spelen. Oh. Maar we gaan wel de scènes langs. Met dus wat... Ja, ik denk het wel. Okay. Vroeg ze ook over mijn jorinje of iets? Nee. Nee, maar ze had het over... Je moet wel sterk op beide benen staan. Want stel je voor dat iemand van het buitenland je wilt interviewen of iets. Ik dacht van... Oké, okay, is dat... Hé? Oh, dat zag ze niet van niks, hoor. Ja, ik weet het niet precies. Wat zei ze? Als iemand van het buitenland mij wilt mailen, dat ik daarvoor moet oppassen. En dat ik altijd mails en zo wel goed moet nachecken als iemand contact met me wilt en zo. Huh? Gewoon meer beschermend. Oh, wauw. Maar wat vind je dat opeens? Ja, weet ik niet. Nee. Oké. Okay. Oh, ja. Gaat met je hand. Nou, weer pijn. Ik denk ja. Wel, ja, wel lief bedoeld. Natuurlijk. Maar ja, het buitenland. Nou, ik ben benieuwd of dat... Ja. Kom Rob vandaag. Weet ik niet. Kijk, Jessie? Yes! Oh. Yo. Ik moet je eerlijk zeggen. Ik ben zeg maar niet echt dol op het podium staan.
Ja, ik ga het begin wel eigenlijk met zelfs van even. Maar ja, ik denk dat het belangrijkste is om de komende weken ook nog even te gaan oefenen met stage performance. Ik weet dat jij via. Zo, het zou wat zijn als het buitenland je wilt interviewen. Dat het buitenland je wil je. Ja, iemand van het buitenland. Ja? Nou, ze kwam, Munira kwam daarmee. Ja? Wat, dat iemand van het buitenland je wilt interviewen? Nee. Ze zegt van stel voor dat gebeurt, dat ik altijd e-mailadres goed moet nachecken. En gewoon meer qua bescherming voor mij. Ja, ze had het over het buitenland. Als iemand van het buitenland me wil interviewen of weet ik veel. Ja, dan moet je? Nou ja, dat ik wel goed altijd moet kijken naar e-mailadres en of het wel betrouwbaar is. En okay. Ja, dat soort dingen. Goed bedoeld waarschijnlijk. Ja, sowieso. Maar ik vond het apart. Buitenland. Ja. Dan denk ik gelijk van, oh, is dat dan aan de hand? Ja? Zou dan, ja? Wat zou je ervan vinden? Ja, super tof. En dan graag in Los Angeles. Ja hoor, kom maar op. Engels, daar ben ik goed in. Kijk. Ik ben benieuwd, Shell. Wie weet, misschien krijg je vandaag of morgen wel een mail. Hallo. Oh, wauw. Ja. Denk je nog dat er misschien onverwachte verrassingen zouden zijn op de filmavond? Ja, dat zou best kunnen. Ja, yeah, you don't know. Het is utopia. Na de temperatuur zal het iets aan de warme kant zijn. Maar ja, dat is alles hier. Ja. Oké, hartstikke goed. Ik hou de e-mail in de gaten. En, ja, komt goed. We gaan veel thee met honing drinken. Oké, doei. Hoi. Even opmaken. Yes. Nee. Yes. Ik moet hem hebben. Yes. Yes, Shelly wordt misschien geïnteresseerd buitenland. Nee, dat zei ze. Nou ja, ze kwam met. Je moet wel met beide benen op de grond staan. Want dadelijk krijg je vanuit het buitenland. Misschien willen mensen vanuit het buitenland je interviewen. Of andere dingen. Dat ik altijd naar het e-mailadres goed moet kijken of zoiets. Hoe bedoel je? Ja, zoals dat. Dat als er misschien vanuit het buitenland iemand mij zou willen interviewen. Dat. Ik dan wel goed moet kijken naar e-mailadres en of het wel betrouwbaar is. En dat ze altijd. Wat kan er misgaan? Het is toch sowieso vet en helemaal vanuit het buitenland? Ja, nou ja, dus ik denk dat ze het goed bedoelt, gewoon qua bescherming, dat ik daar wel altijd op moet letten. Ja, maar kijkers moeten ons niet zo heel veel beschermen. Moeten ons lekker laten voor wat het is, toch? Het is toch juist, zou je het niet vet vinden als je een interview vanuit ja, tuurlijk wel. Ik bedoel het niet niks. Het hele reality-programma hier. Dit is de grootste openluchtstudio van Europa. Het grootste reality-programma. Ja, I know. Als je dan een film uitbrengt, misschien dat juist wel trending topic ook in het buitenland is. Ja, ik ben benieuwd. Misschien moet je dan de film vertalen naar Duits. Ich bin Lorenzo. Mijn naam is Lorenzo. Oh, dan is heb je, ik dat lief. Heb je een beetje talenknobbel? Engels wel. Engels wel. Ja? Dus je zou dan een interview kunnen doen? Ja. Oh, vet. Laat je het weten als je een interview moet doen. Hoezo, wil je dan ernaast gaan staan? Ja, dan wil ik gaan. ja, klopt. Dat wist ik wel. Oh. Weet jij toevallig ook hoe ze heten? Hoe hun heten? Manon heet ze. Manon. Vet, hè?
interview vanuit buitenland. Ja. Wel gek. Nou ja, ze zei bijvoorbeeld, ik weet niet of dat aan de hand is, maar ik vond het heel apart dat ze dat dan bedoelde. Wat voor iemand was het? Wat voor bedrijf? Hè? Wat voor bedrijf was het? Ze heeft geen bedrijf opgenoemd. Het was meer van, stel je voor dat het gebeurt. Nee, maar ik bedoel, wie had je aan de telefoon? Munira. Oh. Nee, ze nemen niet op. Ik dacht dat je gewoon een bedrijf belde. Maar Munira, misschien heeft zij...